Bob, is het woord ongeloof nu het beste woord om te gebruiken? Nee, het is absurd. Het is gewoon absurd. Als je spelen zijn in twee klassen beter dan MVV. We moeten 5 keer scoren. En dan overdrijf ik niet. Het moet 0-5 zijn. Zij krijgen 1 kans en het wordt 1-1. Het is zeg maar een beetje een omloop van het verhaal van de laatste weken. Je speelt beter dan tegenstander. Vandaag ook, je creëert ontzettend veel kansen. En dan krijg je hem alsnog, zo zuur als het is, op het laatste moment tegen. Ja, maar je kan beter zijn dan een tegenstrever of je kan een tegenstrever over de klas. Ik denk dat we vandaag op alle gebieden voetballend kansen creëren. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Hè. We hebben nu al redelijk wat wedstrijden die we moeten winnen. Maar dat je vandaag maar 1 punt pakt en maar 1 keer scoort, is absurd. Ja, het is moeilijk te bevatten op dit moment. Zo kort na de wedstrijd. Ja, ik kan het niet bevatten. Ja, het is heel het is absurd eigenlijk wat je net zegt. Want je speelt zo'n goede pot en je komt op een terechte voorsprong. En je weet hem door de grote kansen ook niet uit te breiden. Ja, je staat er versteld van, zie ik. Ja, maar ik heb het ook tegen de jongens. De jongens waren ook versteld. Ik zeg, jongens, als je zo'n wedstrijd speelt, als je op alle facetten van het voetbal meer dan beter bent dan de tegenstrijder. Je creëert 700-800% kans. Ik zeg 0-4, 0-5 is eigenlijk nog licht uitgedrukt. Maar ja, dat is misschien de reden waarom we staan waar we nu staan. Hè. Als je ziet de punten die we eigenlijk hebben weggegooid, dat is te absurd voor woorden. De giftbeker moet nu wel een keertje leeg zijn, neem ik aan. Het is volgens mij een ton. Ja, hij weegt zwaar, hè? Ja, omdat als je de jongens die trainers ons vandaag ziet spelen, dan zeg je niet dat je 19 staat. Hè. Ik bedoel, ik ben iemand die normaal altijd goed kan communiceren, maar nu heb ik zoiets van, dit is ongezien. Dien, jullie spelen eigenlijk een fantastische wedstrijd, jullie creëren kansen, maar toch ga je met een punt naar huis. Ja, dat zeg je heel goed. Zuur vooral. En zoals je zei, ik denk dat we hier echt op die goal na dan 4-5-1 weg moeten gaan met de 3 punten. En dat trekken we niet over de streep. Hoe is het dan steeds mogelijk dat het toch elke keer weer fout gaat in de laatste minuten? Of dat je zelf de kans niet afmaakt? Ik denk dat het uiteindelijk toch bij een stukje geluk, scherpte en voetbal valt het muntje onze kant op of hun kant. En hij valt nu de hele tijd net niet onze kant op. Ja, dat is zuur. De giftbeker moet een keer leeg. Ja, zeker. Jullie overklassen de tegenstander, wat je net zegt. Kwam dat omdat jullie gebruik maakten van de flanken met John Margarita en Dien gewezen? Katie aan de spits en het verdere positiespel wat jullie speelden? Ja, maar ik denk dat we de tegenstrever goed geanalyseerd hadden. Hè? Dat ze het moeilijk hadden met onze flanken die heel breed gingen spelen. Dat we van daaruit altijd konden doorvoetballen. Dat zij met 2 spitsen verdedigen. Hadden we altijd proberen een overtal te creëren in het middenveld. Ik denk tactisch plan, alles klopt. Maar, en de spitsen speelden goed. Zelfs heel goed. Maar ja, spits, ik ben lang genoeg spits geweest. Uiteindelijk wordt er nu over Mart Reemans gepraat. Hij heeft eigenlijk geen bal geraakt, hij patte. Maar trapt wel de 1-1 binnen. Het draait om doelpunten. Tuurlijk, het draait om efficiëntie. En nogmaals, ik ben al weken aan het zeggen, als we zo blijven voetballen, dan kan het niet lang niet meer duren. Maar nou, vandaag ben ik een beetje verbouwereerd dat we maar 1 punt pakken. Kop omhoog en door naar volgende week. Ja, ik heb 2 dagen vrijgegeven. We moeten die toch wel even laten bezinken. Maar vanaf maandag gaan we absoluut weer borst vooruit. En ik vind ons ook goed voetballen. Dus ik kan nog altijd niet bevatten dat we maar zo weinig punten hebben voor het voetbal dat we brengen. Als je vandaag zag, en nogmaals, je bent een neutrale toeschouwer, en je zegt wie staat er 10e, denk ik, en 19e, dan gaat niemand zijn geld op MVV. Voor jou wel iets positiefs. Sinds vorig jaar is dit weer je eerste basisplek in de keukenkampioen-divisie. Ja. Hoe was het voor jou weer om in de basis te staan? Ja, natuurlijk heerlijk. Daar doe je het voor. En ik vond het zelf ook goed gaan. We speelden erg goed, dus daar ben ik blij mee. En ik hoop dat ik die lijn door kan trekken. Ja, want je komt van een lange weg eigenlijk, hè? Want je hebt nog een blessure gehad vorig jaar, wat je eigenlijk lang uit de running hebt gehouden. Ja, zeker. Dus ik eerst natuurlijk de hele tijd fit moet ik fit worden.
goed getraind en nu eindelijk de beloning. En dan is het aan mij om die te pakken. En volgens mij is het wel gelukt. Je speelde op de rechterflank. Ja, je had eigenlijk wel genoeg dreiging. Ja, want je creëerde een aantal kansen. En je ging met je linkerbeen gevaarlijk naar binnen toe steeds. Ja, dat is ook wat er van mij verwacht wordt. En wat ik zelf fijn vind. Dus hopelijk wordt het volgende week of die weken daarna in de 3 punten beloond. Ja, en dan nog meer speelminuten voor jou en de 3 punten. Dat zou fantastisch zijn. Dat zou heel mooi zijn, zeker.